Ik wil vandaag voor u heel graag een extraterrestrial healing geven, een buitenaardse healing. Het maakt niet uit wanneer u deze videoclip bekijkt, hij zal altijd werkzaam zijn. Dus als het mag, als u hulp mag krijgen, krijgt u ook de hulp. Bepaalde verlichte buitenaardse intelligenties mogen mij helpen. Bepaalde wezens uit andere sterrenstelsels die zich ook zorgen maken om de aarde mogen via mij helpen. Er is geen tijd en ruimte voor hun. Hun kunnen ineens bij u zijn. Dus u moet ook niet schrikken als u ineens buitenaardse ziet. Wat ik door heb mogen krijgen is dat er ook bepaalde operaties in uw aura plaats kunnen vinden. Maar ook lichamelijk. Dus spirituele, de welbekende spirituele operaties. Dus als u klachten heeft, kan het zijn dat u hulp krijgt. Nou, mocht u dan het idee hebben dat u genezen bent van een kwaal, ga dan naar de huisarts en laat die dan nakijken of het ook echt zo is. Ik wil nu de buitenaardse om hulp vragen en vragen of zij mogen helpen via mijn kanaal. Op dit moment wordt er gewerkt. Het kan zijn dat u heel veel hebt mogen ervaren. Het kan zijn dat u niets hebt ervaren, maar toch hulp hebt gekregen. Het kan zijn dat u zelfs bepaalde buitenaardse heeft mogen zien. Het kan ook zijn dat u ineens een groet van een overleden mocht krijgen, de lucht mocht ruiken. Of ineens een download van inzichten hebt mogen krijgen. Of een dierbare overledene hebt mogen zien. Dat u weet dat u geholpen bent, maar dat die persoon die u mist, die in de andere dimensies verblijft, ook aan u denkt en wil laten weten dat het goed is. Het kan allemaal gebeuren. Niet schrikken als u ineens bijvoorbeeld bepaalde buitenaardse wezens in uw huis ziet, of bepaalde apparaten. Dat is maar heel eventjes dat u dat ziet. En dan betekent dat u geholpen wordt. Dus dat kan heel goed zijn. Het kan ook zijn dat u zelfs littekens heeft even op uw lichaam. En dat op die plek dus
iets gebeurd is dat u dus een soort van operatie heeft mogen ondergaan. Laat dit dan nakijken bij de arts of dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Ook kan het zijn dat appels in uw huis tekens krijgen. De welbekende gegraveerde appels die via mij soms tot stand mogen komen. Via mijn kanaal mogen buitenaardse soms appels injecteren met positieve energie die geneeskrachtig is voor mensen. En die zo kunnen eten, die appels met schil en al, is heel belangrijk. Maar het kan zijn dat er hele oude tekens, die je ook wel eens rotstekeningen ziet, verschijnen op appels. Vaak verschijnt er een achter, dat is het lemniskaart, wat ook een eeuwigheidssymbool is, op de appels. Of andere tekens die je ook vaak in de graanvelden ziet verschijnen, als er cirkels gezet worden vanuit andere dimensies. Mocht u die appels hebben gekregen na de healing, dan zou ik het op prijs stellen, als u wilt natuurlijk, dat u een foto ervan maakt en die opstuurt naar mij. Dat kan via mijn mailadres Roberts met twee B's en dan 1980 @live.nl, live met een V. En dan zie ik graag uw e-mail tegemoet. En de appel moet u dus wel met schil en al opeten als u die hebt gekregen. Ik dank u namens alle goede buitenaardsen, namens de Intergalactische Federatie van Lichtbroederschap uit het heelal voor uw aandacht. En ik zou willen zeggen, doe ermee wat u ermee wil doen, maar doe er iets goeds mee. Dank u wel. God zegen toe.